you feel, you know, like you almost like losing your identity. In this period, you know, like who you are, if you are not a choreographer, not an artist. I mean, I find myself, you know, like really a bit lost. When the corona start, I think like 4 projects from us canceled. And then like you feel also like, you know, like we have nothing in for the future. I mean, and you never know when is this corona will finish and when this project will, if the project will come back. Zonder het maken ontwikkel je jezelf niet. Dus die ontwikkeling die stopte ook. En dat is je zijn, dat is je wezen. En dat vond ik op een gegeven moment. Oh. Suddenly, we also got the money to open this new company in Leeuwarden, which was wow. Goeion, dit is Fries on You, het mij, het Nijs van Waasdier, 1 juli. De nieuwe verdeling van de Friese cultuursubsidies maakt het heel wat los. Een van de opdrachten van u, de provincie, weer een meidje rondte van nekomers. Ja, dat is eigenlijk voor slagen, maar een hele opvallende keuze. Ja, het wordt meest opvoer wie doen zelfs kip Ifri en Greben. Ze zijn wel echt nationaal en internationaal gerenommeerd. En ze willen nou echt een eigen doemenzeilskip opzetten hier in Friesland. Een van haar is Johan Greben. Hij is Hik en Tijn Iliaut, dus hadden we wat een bal naar Friesland. Nou, dat was echt een soort shock. En waar, dat kan toch niet? Alle collega's, iedereen maakt zich zorgen over de toekomst. En wij krijgen een stuk toekomst waar we al 20, 25 jaar over dromen. Het volgende station is Leeuwarden. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb het eerst via de kranten. En ik denk, nou, mooie impuls voor de dans in Friesland op het gebied van moderne dans. Om die dans weer wat op te krikken. Nou, ik weet ook vanuit mijn jeugd, zeg maar, dat ik dan door Gietine ben opgeleid. Dat is bijvoorbeeld iets waar zij altijd voor gevochten heeft. En dat dus zij heeft wel die weg ook vrijgemaakt. Dat daar kennelijk nu ook echt iets kan ontstaan. Nou ja, we waren heel erg verrast, maar aangenaam verrast. Want ik denk dat het, als ik kijk vanuit het perspectief van de leerlingen, dat het echt een heel inspirerend voorbeeld is. Dat zo'n professioneel gezelschap, ja, letterlijk en figuurlijk nu binnen handbereik komt. Is it cold? It's more cold here than in Amsterdam. No, but it's really nice with the sun, so. Huh? It's nice with the sun, so. It's get used cold. To it. Altijd kouder hier, weet ik ook nog van vroeger. Ik was een typisch danskind. Ik was altijd aan het dansen. Als ik het me nu herinner, ik danste en fladderde altijd door het huis. En ik herinner me nog een soort doek. Alsof ik een soort Isadore Duncan door het huis vloog. En ik heb zelfs mijn moeder gevraagd om een soort roesje aan te naaien. En dat heeft ze erover aan vastgenaaid. En dat was iets met blauwe violen. Ik zal het nooit meer vergeten. Maar er was niemand die dacht, zo moet het kind hier niet gewoon eens op dansles. In Amsterdam, of course, it's much bigger. Everybody fight for himself. Everybody really busy to survive. And here, you know, like in a way, we are the only one still. I hope that it will be more kind of initiative that will grow from us.
we will grow a creator and that this company will be kind of a source to let people grow and that the city will be much more involved with the dance culture. This I really hope. This is my vision, which I wish. That's the house of my brother, if you see it well. Where? You see it through the trees. There's a light building. You have the tower there. Mm-hmm. Oh. Yeah. I'm so out of my body. Shall we do some duet that we try before the corona? Doe ik nou drie of één? Drie. Wacht even, deze? Mm-hmm. We end in plié? Yes. Okay. And then... Whoa. Again, I'm lost. It's amazing. This and... Okay. I'm the one that is not remembering. Ik onthoud altijd als, maar dit is een soort... Mm-hmm. Een soort Alzheimer light. Mm. Deze? Ja. En dan gaat hij door. Oké. Okay. Gaan we hier. Oh. Circle. One. Two. We are 24 hours together. And in this case, with the corona time, I mean, like, it's. We've been even more for really, like, more than 24 hours together because we could not go nowhere. Actually, I started to dance after I was in the army. Then I went to the kibbutz dance company, to the school. It was there, you know, the artistic director that she survived the Holocaust, Yehudit Arnon. And she just saw me and she said, like, you start tomorrow. לא שמעתי. יצאו לי דמעות, נו, מה אני אגיד לך? באמת? נו, אז אני... She was just walking, but you felt, you know, that like all this air around her, like carry with her. And it's like, wow. And I think like almost from there I took it and I put it on me and like even if I didn't know how to count until 8 or something, but I knew that like magic. We hebben nooit echt met elkaar gedanst. We hebben één keer in het begin, toen waren we nog net samen. En Uri heeft heel lang bij een productiehuis zijn eerste werk gemaakt. Danswerkplaats. Danswerkplaats in Amsterdam. En die vierden
25 jaar bestaan. Ik weet niet hoe lang. Dus toen waren wij net samen. Zo van, nou laten we in. En heel veel makers hebben toen iets getoond. En toen hebben we voor het eerst en ook voor het laatst samen gedanst. Dat was toen heel ingewikkeld, maar het was eigenlijk wel heel goed en ook heel interessant. Maar we zijn heel erg verschillend. Ik merk het nu ook in tempo en dingen. Ze van een hele andere motor. Toen ik jonger was, kwam het allemaal uit mijn lijf. En later wilde ik begrijpen waarom ik dingen doe. En dat heeft mij heel erg in mijn hoofd gebracht. Ik heb mijn conceptuele ding, hoe ik dingen construeer. Ik moet mijn motivaties hebben en dan ga ik dat vertalen in beweging. En Uri zit heel erg in zijn lichaam. Example, you know, like Israel, you know, it's a very warm country and very politic and very groundy, very animalistic, and you know, like people coming from all over the world, and then they create this language of the Israeli dance language, and then you, in a way, come in to Holland, which is very cold, and most the time of the year, you know, people are in the house and, you know, and putting clothes, and so it's much more reserved body than the Israeli, which is like, wow. Yeah. No, I mean, for me, it's helped a lot that Johan is there to control me, in a way, with much more, like, more thinking, actually, what we want to show. Als wij dat fysicale en dat hoofd bij elkaar brengen, dan gebeurt er. Dan krijg je Yvki in Greben. Dans is bij uitstek een discipline die je niet in eerste instantie met je hoofd moet willen begrijpen. Na dans moet je voelen. Met je hart en met je buik. En dan treedt er wat op. En dan kun je dat rationaliseren. En ik vind dat ze op een hele goede, invoelende manier voorstellingen maken, waarbij je heel erg soort van voelt waar het over gaat. En als je er dan langer over nadenkt, dan rationaliseer je dat ook gewoon heel mooi. En dat vind ik knap altijd als dat goed lukt. Omdat je dan echt een soort van ervaring hebt. Ik weet niet echt of ik het leuk vind, maar het is beter dan een grijze vlakte. Misschien kunt ze een groot portret van ons hier op de muur maken. Ja, I find it not bad. Je kunt het culturele veld een beetje zien als een verzameling kleine piramides. Soms ook een paar grote piramides. Dus dans is een piramide en popmuziek is een piramide. En zo kun je ook kleine piramides maken. En in elke piramide, dus in elke keten, zou je kunnen zeggen, heb je een brede onderlaag. Veel mensen die het leuk vinden om in dit geval te dansen. Amateurs, opleiding op scholen, nou dat. Dan heb je daar een groep boven, een soort van middenlaag, waarin je organisaties hebt die ook lesgeven. Jeugddans, schouwburgen waarin wordt geprogrammeerd en dergelijke. Maar het is ook heel belangrijk om in de top van die piramides om een paar professionals te hebben die echt super toonaangevend werk maken, soms van internationale kwaliteit. Wij hadden toen het plan dat we gaan weer in Nederland produceren. Nou, dat viel in hetzelfde jaar als de culturele hoofdstad. Dus we hadden We Are in Trouble, waren we hier in première gegaan tijdens de culturele hoofdstad. En we hebben een enorme respons gehad. En ook wat leuk was, na de voorstelling wilde het publiek allemaal met ons praten en iets delen. Er was ook een voorstelling die ging over migratie. Er was best een
ja, een dramatische voorstelling op zich, maar ook licht. Ik denk dat daar echt een hele trigger is ontstaan om te gaan kijken of hier een mogelijkheid bestond om die groep te starten. En toen kwamen we ook in gesprek van goh, dat ook de culturele hoofdstad het zo belangrijk en bijzonder vindt. Dat mensen die hier, zoals ik, mijn dans ben begonnen en de wijde wereld in is gegaan. En met al mijn ervaring weer terugkom. En ik heb nooit zoiets van, weet je, ik kom iets terugbrengen. Maar zo waar vond ik het eigenlijk. Dat, toen begreep ik dat mensen het daar soms over hebben. We are really, really, really very much missing the stage. I mean, it's, and it's also so nice to see the stage, you know, like now it's empty, but you always kind of imagine, you know, how you build your own world on this black box, which is so magic beautiful. This period of the corona, you know, that it's the stage is empty and the public is empty and even the chairs take away. I mean, so it feels like a place that they forgot about it. I mean, object, you know, it's one of the most confronting piece from us. Het gaat alleen maar over de vagina. Het intiemste deel, die ruimte. Benen openen zich in welke posities dan ook. Maar dat was het beginpunt. People, you know, watching this piece and like it's the feel, you know, that you put some knife in the stomach and turn it. Die solo begint ook met kijken, aftasten. En zo langzaam de fysiek laten spreken en de intieme dingen laten zien. En ja, ondanks dat zij in die hele gemanipuleerde rol speelt, wel ook iets probeert te doen. Zo van, jij zit wel voor mij te genieten of te kijken. Of ja, hoe denk je eigenlijk over jezelf nu je naar me kijkt? I find that it's such an abuse. And you know, also like to shut the mouth that she cannot say what she thinks. Ja, ik vind het heel idealistisch, activistisch haast. Vind ik mooi. Ik vind dat ze op een heel toegankelijke manier eigenlijk hun idealisme in dans brengen. En ik denk ook dat dat gewoon heel erg mooi is. En ik denk ook dat dat één van de rollen van kunst is. Om je met een andere blik naar de wereld te laten kijken. I mean, this phrase I
kind of just created now on the floor. But it's something that I have in my mind to do it for the audition. Amazing for me to see, you know, in a dancer that we look, this aura that that the dancer kind of carry with him, that he will, that I can imagine, you know, that he will cross the stage with more 20 people and I will look at him and not the other. And this is this magic that, like, that you cannot explain. Like, wow, how, why he have it and somebody else don't have it? Oh, my body. Ik hou heel erg van construeren. Ik heb een eigen ding in mijn lijf dat heeft te maken met isolaties. En het is een soort, ja, er is een starting point en het gaat door naar iets en dat geeft iets door. En dat is heel specifiek mijn lijf. En dat wil ik graag zien in een auditie, of mensen dat begrijpen, de dansers dat begrijpen. Het gaat om manier van kunnen zingen met je lijf. Dat het niet een, want het is, ik zou het heel erg kunnen analyseren, maar uiteindelijk moet het gewoon natuurlijk in je lijf zitten. En als iemand dat natuurlijk vanuit zijn eigen, ja, talent, gevoel voor beweging kan zingen, dan ja, dan denk ik, oh ja, dan wil ik wel samen zingen. Kijk, ik denk dat februari, eind februari, best een probleem kan zijn voor een auditie. Je wil het ook niet later in het seizoen doen. Want als iemand uit Spanje komt of uit waar dan ook weg... Mm-hmm. Die moet ook zijn tijd hebben om naar Nederland te komen, naar huis te zoeken. En als je nou eenmaal niet die gelegenheid hebt om ze echt fysiek bij elkaar te hebben... dan ga je zoveel mogelijk proberen om via digitale manier toch erachter te komen... zou dat... Wie is de meest potentiële danser of 8 dansers uit die online audities die ik mee zou willen nemen in naar Leeuwarden? Mm. Ja, dus niet te voorzichtig van... Ja, dat er heel veel dynamische verschillen zijn. Dit is allemaal waterig. Ja? And there we go. Ja? Concreet gezien betekent het voor ons ook gewoon een prachtige samenwerkingspartner. Want zij brengen expertise mee, ze brengen vernieuwing mee. Ja, gewoon echt een frisse wind door het dansveld. En dat is natuurlijk ja, voor ons prachtig om daarbij aan te kunnen sluiten. In ons werk hebben we heel veel rug. Deze doe je trouwens allemaal heel erg prachtig. Wil je deze één keer laten zien? Moet je kijken wat er met haar gebeurt. Er start een cirkel en het roteert door in het bovenlijf. En dat doe je fantastisch. En in dans is het heel belangrijk om te weten wanneer je echt dingen moet doen, maar het ook gewoon laat gaan. Want er zit heel veel natuurlijks in onze lijven. Kijk eens. Ja? Dan gaan we een keer veel langer met jullie werken. Maar ik vond het leuk een keer jullie te ontmoeten. En even iets met jullie uit te proberen. Ja? Hartstikke bedankt. Succes en ik zie jullie een andere keer. Ja. Dankjewel. We kunnen gewoon samen aan de slag. Onszelf inspireren, onszelf motiveren. Weer richting dans te denken. Omdat we over een half jaar hier gewoon een gezelschap gaan oprichten. Nee, because I want to feel the wall.
Wasted Skin is onze eerste voorstelling die we echt met het gezelschap gaan maken. Het idee was er heel erg over wat het met je doet dat mensen via allerlei media zo snel contact maken. Maar in real life, ja, dat je niet altijd die vaardigheden hebt om gewoon... Ja, ik heb het soms over vroeger. Hoe deden mensen vroeger dat spraak af? Ze keken elkaar in de ogen, durfden misschien aan te raken, stelden een vraag, een reactie. Maar dat is nu... Ja, en mede door corona is dat helemaal... We hebben een heel groot digitaal leven gekregen. Thank you.